Wij gaan zo van start met de IBAB-proef van 27 juli in Werga. De IBAB wordt gekeurd door Hergen van Hal en ik, zei Corrie Raven. Er wordt even meegekeken door Frans Smit, die hier ook even wat kennis gaat opdoen en kennis gaat delen. Wij gaan starten met nummer 1. Monique, we wensen je veel succes. CNM Hoge Arbeidsstap. Thank you.
ENK overgang arbeid stap. Tussen ENK overgang arbeid stap. XG wenden. FXG wenden. Dus een X en G aanhouden. Ben ik te verstaan daar? Jo. Oké, we hebben gekeken naar de proef van nummer 1, Diederik B. Voorgesteld door Monique van der Meij. Monique, fijn voorgesteld. Wij werden wel blij van het silhouet en het actieve voorwaarts gereden beeld. Waarbij het paard ook gewoon mooi op eigen benen bleef en mooi gedragen. Het paard heeft een makkelijke houding. Het stappen is iets afgepast, wel correct en gaandeweg de proef wel ook meer door het lichaam, waarin hij zich iets meer ging ontspannen. Draven doet paard met heel veel balans. Achtermeen komen van nature iets meer onder de massa of wat directer reageren en buigen. Maar op de ruiterhulp reageert hij wel altijd heel fijn en hij schakelt makkelijk. Daarentegen in galop heeft hij juist heel veel techniek en achterbeen en schakelt daarin nog beter. Dus krijgt van ons de volgende cijfers stap 6,5, draf 8. Galop 8,5, houding balans 8, souplesse en schakelen 7,5, impuls een 8 en komt ermee op een totaalscore van 85 punten. Volgende paard in de baan is nummer 2 Fleur O, voorgesteld door Christine Dijkstra. Christine, als de baan vrij is, kun je wat ons betreft beginnen. Succes.
slangenvolte met drie bogen. C, slangenvolte met drie bogen. Tussen C en M overgang arbeidsstap. Tussen C en M overgang arbeidsstap. B afwenden. Tussen K en A overgang arbeidsstraf. Tussen K en A overgang arbeidsstraf. Tussen M en C arbeidsgewoon links aanspringen. Tussen M en C arbeidsgewoon links aanspringen. E, B, E, grote volte en enkele sprongen middengalop. E, B, E, grote volte, enkele sprongen middengalop.
Doet hij het? Ja. Oké, dat was de proef van nummer 2, Fleur O. Voorgesteld door Christine. Wij werden wel heel blij van hoe je hem presenteert. Christine en zo lichtvoetig en makkelijk, vooral in het draven, totaalplaatje is. Heel mooi open in de aanleuning. Paard met heel veel lossigheid en schoudervrijheid. Vooral in het draven werden we heel blij van het beeld. In het galopperen heeft hij nog wel iets moeite om zichzelf te blijven dragen. Ik zou ook proberen, als je dan wat moet schakelen op die volte, om dat wat minder lang vol te houden. Want hij kan eigenlijk meer tot dragen komen als je dat kortere stukjes doet. En dan blijft hij iets meer gesloten en op eigen benen. Want hij heeft wel techniek, maar hij houdt dat gewoon nog niet zo vol. En in het stappen kan hij nog iets actiever en gewoon nog meer lengte maken om daar nog meer te overtuigen. En meer ruimte te maken en meer door het lichaam te blijven. We geven daarvoor voor de stap een 7, de draf een 8,5. Galop 7,5, houdingbalans een 8. Souplesse en schakelen 7,5. En impuls ook 7,5. Komt ermee op een totaalscore van 84,5 punt. Het volgende paard in de baan is nummer 3. Griet van Dijkmania Staten. Wordt voorgesteld door Jitske van der Wij. Jitske, als de baan vrij is, kun je beginnen met de proef. Succes. Thank you.
keer. Dat was de proef van nummer 3. Griet van Dijkmania staat er. Voorgesteld door Jitske. Stoere merrie paardt echt heel veel power. Blijft heel makkelijk vanuit het achterbeen lopen en dragen. Eigenlijk in alle drie de gangen. In het stappen zouden we willen dat hij iets makkelijker het voorbeen blijft gebruiken. Hij is af en toe wat strak vanuit het voorbeen of vanuit de schouder. Kan daarin constanter meer blijven schrijden en minder stekerig. Dat heeft hij in draven en galopperen totaal niet. Blijft heel makkelijk vanuit de achterbeen lopen. Heeft heel veel kracht. Kan daarin nog iets losser blijven. Constanter in de aanleuning en losser in de bovenlijn als hij heel veel schakelt en heel veel aanbiedt. We geven de volgende cijfers. Stap een 7, draf en galop een 8. Houdingbalans 7,5, souplesse 7,5, schakelen 7,5 en impuls een 7,5. Komt ermee op een totaalscore van 83,5 punt. Dan nummer 4, Bontje Aflien, wordt voorgesteld door Jelmer Ketelaar. En Jelmer, wat ons betreft kun je beginnen met de proef. Succes.
als op maat maken. FXG wenden tussen X en G. Halt houden, groeten. Goed, dat was de proef van nummer 4, Bontje Avelien, voorgesteld door Jelmer Ketelaar. Voor ons een beetje lastig om een goed beeld te vormen vandaag van dit paard. Jelmer, ja, je hebt het knap gedaan, maar je had wel je handen vol. En hij hield eigenlijk de hele proef zoveel spanning dat hij een beetje zich af bleef sluiten en kort in de hals was en wat strak in het middenstuk. Dus je kunt zien dat het een fijn paard is, maar dat kwam vandaag niet zo uit de verf als we hadden gewild. Heeft dan moeite met schakelen en sluit zich iets af in de draven. In het schakelen gaat hij snel aangaloperen, in het galopperen gaat hij eerder een beetje opblazen. En in het stappen moet hij gewoon meer blijven schrijden en ademhalen, maar dat was gewoon vanwege de spanning lastig. Krijgt vandaag de volgende cijfers. Stap 6,5, draf 7,5, galop 7. Houdingbalans 7, souplesse 7. Schakelen en impuls een 7. En komt ermee op een totaalscore van 77 punten. Het volgende paard in de baan is nummer 5. Finnete van de Boppelanden. Voorgesteld door Helene de Haas. Helene, als de baan vrij is kun je beginnen met de proef. Succes.
Dat was de proef van nummer 5, Finn T van de Boppelanden, voorgesteld door Alleen. Alleen stoer gereden, veel actie, wel hier en daar je handen vol. Aan het eind kon je hem wel iets meer van de hand afhouden. En ook dan bleef hij wel fijn gedragen en hield hij ook wel zoveel power in het lopen. Stap was in het begin ietsje gespannen en dan iets afgepast. En als je hem daarin dan aan het eind ziet en hij gaat zich iets meer geven, blijft hij ook de pas meer afmaken. Dat hebben we meegenomen in de beoordeling. Met name galopperen vinden we echt heel fijn aan. Galopperen zo fijn in balans en meteen heel veel sprongen en techniek. Schakelt heel makkelijk, heel veel achterbeen. Dat zouden we in draf van nature wel iets meer willen zien, dat hij net iets sneller is in het achterbeen of iets meer ondertreedt. Maar heeft wel veel over qua houding en voorhand en gedragenheid. Krijgt vandaag de volgende cijfers. Stap een 6, draf 7,5, galop 8,5. Houdingbalans 7,5, souplesse schakelen een 7, impuls een 8 en komt ermee op een totaalscore van 81 punten. Volgende paard in de baan is nummer 6, Ajot H. van Stiendendaam, voorgesteld door Annette Verbeek. Annette, als Alleen de baan verlaat kun je wat ons betreft beginnen met de proef. Succes!
We hebben gekeken naar nummer 6, AJH van Sinnendaam, voorgesteld door Annette Verbeek. Een paard met een mooie voorhand en een stoer voorkomen. Alleen gedurende de proef, eigenlijk steeds met een lastige verbinding, waar wij zouden willen dat hij meer gesloten blijft. En wat ook best wel lastig te vinden is, denk ik, voor jou, Annette. Maar, we zouden willen dat hij eigenlijk meer vanuit het achterbeen sneller blijft. Dat je hem wat compacter kan houden. En heeft hij in het stappen veel ruimte en lossigheid. Ook daarin zouden we iets meer reactie vanuit het achterbeen willen zien. Maar met name in het draven is het heel lastig. Heeft hij zoveel lossigheid en ruimte en voorbeen. Maar dan blijft dat achterbeen een beetje laat. En dat is lastig als je eraan zit om dan echt reactie te krijgen. Wat goed te beoordelen is en wat ook echt positief werkt. Dus dat is voor nu gewoon te weinig overtuigend. En dat is in het galop eigenlijk ook. Hij draagt zichzelf wel makkelijk heen. Is dan net niet in een constante drietakt waarin je het achterbeen zo snel hebt dat je daar dat lichaam ook mooi aansluit. Dus dat is voor nu voor ons gewoon eigenlijk iets te lastig, helaas. We geven hem daarom de volgende cijfers. Stap een 7,5, draf en galop een 6,5. Houding goed, balans zouden we dus iets meer willen zien, een 7. Souplesse heeft hij wel 7. Schakelen vindt hij lastig vanuit het achterbeen, een 6. Impuls 6,5. Totaalscore 74,5 punt. Volgende paard in de baan is nummer 7. Caitlin Jede, voorgesteld door Lisanne Veenje. Lisanne, wat ons betreft kun je beginnen met de proef. Succes.
Goed, dat was de proef van nummer 7. Caitlin Jede. Sympathiek paard. Paard met heel veel go en instelling. Alleen nog wel wat groen. Wat hier en daar lastig is om dan het mooi af te maken voor jou, Lisanne. Maar bijvoorbeeld als hij dan iets wegloopt, de galop in de overgang, gaat hij daarna wel makkelijk zichzelf dragen en houdt gewoon techniek en balans en sprong. Alleen zou hij daarin dus gewoon nog iets verder in de africhting kunnen zijn om het nog mooier te presenteren. Hij heeft wel in alle drie de gangen genoeg ruimte en ritme en een heel mooi voorbeen met veel schoudervrijheid. We geven vandaag op alles een 7, alleen Impuls een 7,5. Komt daarmee op een totaalscore van 77,5 punt. Het volgende paard in de baan is nummer 8, Epke H. Voorgesteld door Jelmer Ketelaar. Jelmer, als de baan vrij is, kun je beginnen met de proef. Succes. Afwenden. Arbeitsdraft.
gaat. FXG Wenden tussen X en G. Aldouder en groeten. Dat was de proef van nummer 8, FKH, voorgesteld door Jelmer. Een paard met een mooie voorhand en een mooie houding. Een paard wat je ook fijn de proef door hebt gereden, Jelmer, ondanks de spanning. Alleen wat ons betreft wel meer lichaamsgebruik mag hebben. En meer buiging in het achterbeen of een achterbeen wat van nature meer onder de massa blijft komen. Waar jij nu echt wel werk van had en wat voor ons te weinig... reageert. In het stappen is het een beetje een wisselend beeld. Zouden we willen dat hij iets losser is in het lichaam en ja, ook meer blijft buigen in dat achterbeen en daar mooier, een constanter beeld geeft met de ruimte. Het draven vindt het paard lastig om te schakelen vanuit het achterbeen en daarin dus ook nog mooier gesloten te blijven. Dat vinden we in het galopperen, met name de linker galop. Zet hij zich iets vast in het lichaam en heeft wel veel sprong, maar ja, dendert daarin iets door. Dat je zou willen dat hij mooier in balans gesloten is. Dat heeft hij rechtsom wel al meer. Alleen is dat gewoon nog wel lastig om te bewerken. We geven de volgende cijfers. Stap een 6, draf en galop een 7. Houding balans een 7. Vooral omdat we meer balans zouden willen zien. Souplesse 6,5. Schakelen 6,5. Impuls een 7. Komt hem op een totaalscore van 74 punten. Het volgende paard in de baan is nummer 9. Setske van Fieldzicht. Voorgesteld door Christine Dijkstra. Wat ons betreft kun je beginnen met de proef. Christine, succes. Thank you.
Hey, in de baan is nu nummer 10 in de R. Met Joyce Haier. Ik weet niet of je dat gaat redden, maar wat ons betreft kun je beginnen met de proef.
Dat was de proef van nummer 10, Hinde R, voorgesteld door Joyce. En helaas heeft het paard te veel spanning, waardoor we de proef hebben beëindigd. En dat het te lastig te beoordelen is en het paard wel een reële score willen geven. Dus dat doen we vandaag niet. Dan gaan we daarom verder met nummer 11, Balinkje van de Veert, voorgesteld door Esteliano. Esther, wat ons betreft kun je beginnen met de proef. Succes.
Dat was de proef van nummer 11, Walinkje van de Veert. Voorgesteld door Esteliano. Fijn en vriendelijk voorgesteld, Esther. Paard met een mooie houding en een mooi constant wild. Wat wij zouden willen zien is dat het paard nog meer lichaamsgebruik heeft en makkelijker daarin varieert. Dat hij wat meer aanspant of een keer meer gesloten blijft. En daarin dan ook meer het achterbeen onder de massa plaatst van nature. Dat hij daarin sneller blijft en meer aansluit. Paard heeft wel in de verruiming een mooi voorbeen, maar zou daarin dan ook achter meer aan kunnen sluiten. Zowel in draf als in galop. Het stappen heeft paard vandaag iets te veel spanning, waardoor hij de pas meer af zou mogen maken. Vooral linksvoor is hij vaak al te snel weg voordat het achterbeen het verdrijft. Helaas is dat is in het ritme wel een kleine opmerking. Daardoor krijgt hij vandaag voor de stap een 5, draf en galop een 6,5. Houding en balans 7, souplesse en schakelen 6,5. Impuls een 7 en komt daarmee op een totaalscore van 70 punten. Nummer 12 is afgemeld en in die plek komt nummer 20, Hanna. Volgens mijn informatie wordt voorgesteld door Jelmer Ketelaar. Ik weet niet of je al zo ver bent, Jelmer. Maar zo ja, dan kun je wat ons betreft de proef gaan rijden. Taken wenden, linksom, rechtsom.
tussen M en C. Tussen M en C. Arbeidsgeloop links. Dat was de proef van nummer 20, Hanna, voorgesteld door Jelma Ketelaar. Een paard wat in draf een mooi lichtvoetig beeld geeft en daarin ook veel gemak vertoont. Zichzelf draagt en wel veel handigheid heeft. Dat missen we wel echt in de galop, waarin een paard te veel strak blijft en ritme zoekt. En steeds een been aan de grond heeft, dus wat weinig sprong houdt. Wat voor ons best wel opvallend is, het verschil tussen draf en galop. Stappen blijft paard soms nog ietsje haastig. Mag je hem een klein beetje meer rust houden en meer lengte geven, dan blijft hij de pas mooier afmaken. Wel correct genoeg. Maar de punten zijn met name vanwege het galopperen minder hoog. Omdat schakelen, galopperen, souplesse in het galopperen en balans in het galopperen echt nog lastig is. Hij krijgt de volgende cijfer: stap een 6, draf een 7,5, galop 5,5, houdingbalans 6,5, souplesse 6,5, schakelen 6 en impuls een 7. Komt daarmee op een totaalscore van 70,5 punt. Het volgende paard in de baan is nummer 14, Fredo van Boni en Staten, voorgesteld door Christa Wind.
Christa, je kunt beginnen met de proef. Succes.
We hebben gekeken naar nummer 14, Fredo van Bonia Staten, voorgesteld door Christa Wind. Christa paard vriendelijk voorgesteld, fijn in een mooie houding. En ook voorwaarts voorgesteld, alleen is dat niet altijd iets wat het paard ten goede komt, want hij heeft daarin nog wel iets moeite met balans en zeg maar gesloten blijven in een voorwaarts gereden beeld. Dan wordt het achterbeen wat lang en dat kun je dan lastig weer onder de massa krijgen of lastig laten aansluiten. Dat is toch ook een stukje kracht waar dat paard nog gewoon moeite mee heeft. Dat is voor nu nog wel voor ons het grootste struikelblok. Dat vanuit het achterbeen meer reactie mag komen. Dat het paard krachtiger kan blijven, meer gesloten. Meer zichzelf kan dragen en makkelijker kan schakelen vanuit het achterbeen. Het stappen is vandaag erg afgepast. Zouden we meer ruimte in willen zien. En is ook iets wisselend in het ritme. Krijg vandaag de volgende cijfers. Stap een 5, draf een 7, galop een 6. Houding en balans 6,5. Houding mooi, maar balans zouden we wat meer willen zien. Met name ook in het galopperen. Dat geldt ook voor souplesse en schakelen. Beide een 6. Impuls een 7. En komt ermee op een totaalscore van 68 punten. Het volgende paard in de baan is nummer 13. Savannah Stella van Aurum, voorgesteld door Nicole Brummel. Nicole, je kunt beginnen met de proef wat ons betreft. Succes.
Goed, dat was nummer 13, Savannah Stella van Aurum. Voorgesteld Nicole Brummel. Vriendelijk gereden, Nicole. Paard met sympathieke uitstralingen. Fijn in de aanleuning, mooi op lengte gereden. Het draven heeft het paard een mooie voorhand en balans, maar we zouden meer kracht vanuit het achterbeen willen zien en een snellere reactie vanuit het achterbeen op de ruiterhulp. In het galopperen heeft het paard wel veel meer techniek, eigenlijk een achterbeen wat veel meer buigt en onder de massa springt. Kan wel zowel in draf als in galop makkelijker nog schakelen. In galop doet het paard makkelijker terugschakelen dan naar voren in het draven. Ja, zou je toch meer vanuit het achterbeen gestotenheid willen zien. Het stappen kan nog makkelijker ruimte maken en meer door het lichaam. Maar het is wel correct en werd ook gaandeweg de proef beter. We geven de volgende cijfers. Stap een 6,5, draf een 7, galop een 8. Houdingbalans 7, souplesse 7, schakelen 6,5, impuls een 7,5. Komt ermee op een totaalscore van 78 punten. Het volgende paard in de baan is nummer 17. Zenzai af Finbo, voorgesteld door Harmien Holweda. Harmien, als de baan vrij is en je bent zover, kun je wat ons betreft beginnen. En succes met de proef.
We hebben gekeken naar nummer 17, Sensei. Af Finbo, voorgesteld door Harmien Holweda. Harmien, een mooi constant beeld zo qua houding en balans. We zouden nog wel willen zien dat het paard iets meer schakelvermogen had in het draven. Maar ja, dan had je dat waarschijnlijk ook wel laten zien. Dat het allemaal net iets mooier in het lichaam aan blijft spannen en iets meer gesloten blijft en een keer net wat sneller is in het achterbeen. Verder is het een mooi constant beeld in het draven. Spanning had hij wel iets in het stappen, maar dat werd wel eigenlijk steeds beter. Men zou daarin een constanter beeld mogen hebben. Galopperen heeft het paard veel meer handigheid en daarin heeft hij eigenlijk wel meer gesloten beeld en neemt zichzelf meer op. Hij had veel sprong en kan ook makkelijk schakelen vanuit het achterbeen in het galopperen. Krijgt vandaag de volgende cijfers. Stap 6,5, draf 7, galop 8. Houdingbalans 7, souplesse 7, schakelen 6,5, impuls een 7. Hij komt daarmee op 77,5 punt. We gaan weer terug in de lijst. Volgens mij is dit nummer 16, die nu in de baan verschenen is. Gerben B, voorgesteld door Jelmer Keeselaar. Jelmer, als je zover bent, kun je beginnen met de proef. Succes.
Dat was de proef van nummer 16. Gerben B, voorgesteld door Jelmer. Een paard dat eigenlijk de hele proef veel energie houdt en veel afdruk heeft. Vooral veel voorbeen. Zo in het gewone draven geeft het paard een heel mooi beeld, maar heeft dan gewoon moeite om daarin aan te sluiten vanuit achterbeen in het schakelen. Overgang heeft hij wel weer meer handigheid. De galop heeft het paard eigenlijk heel veel techniek en kan zichzelf makkelijk dragen, makkelijk sluiten. En stappen kan hij juist weer ietsje meer door het lichaam blijven en iets meer ruimte maken, maar het werd wel gedurende de proef fijner. Wacht. Nou, we geven vandaag de volgende cijfers. Stap 6,5, draf 7, galop 8. Houdingbalans 7,5. Souplesse en schakelen 7 en impuls 7,5. Hij komt daarmee op een totaalscore van 79,5 punt. Het volgende paard in de baan is nummer 18. Baloo Hof, voorgesteld door Joukje Hak. Joukje, als de baan vrij is, kun je beginnen met de proef. Succes.
Dat was nummer 18 van Lou Hof, voorgesteld door Joukje Hak. In het draven echt een heel fijn beeld, Joukje. En ook fijn voorgesteld, mooi in de aanleuning en fijn voorwaarts gereden en toch fijn op eigen benen. Heeft echt veel lossigheid en handigheid in het draven. Kan nog wel sneller reageren vanuit het achterbeen of daar meer aansluiten. Maar zo ook uit het galopperen blijft het paard meteen weer in balans dragen en... vanuit het achterbeen lopen, wat positief opvalt. In het stappen heeft het paard wel een correct ritme, maar kan nog actiever en makkelijker ruimte maken. En het galopperen is nog iets groen, met name rechts, omdat het paard vandaag gewoon wat moeite met balans en daarin met schakelen. Daarentegen in het draven een heel ander beeld. Krijgt de volgende cijfers: stap een 6,5, draf een 8, een galop een 6,5. Houding, balans en souplesse een 7. Schakelen 6,5, met name in de galop lastig. En impuls een 7,5. Komt ermee op een totaalscore van 77 punten. Dan. Wij verwachten nu nummer 19, Grace S, in de baan met Bernadette Brinkman, maar ja, we zien niet iemand rijden, dus ik weet niet als Bernadette er wel is, of ze zich even kan melden en zo niet. Dan hebben we een kleine pauze en gaan we daarna door met het aangespannen deel, maar we gaan even op onderzoek.
Dat was de laatste rijproef van vandaag. Nummer 19, Grace S, voorgesteld door Bernadette Brinkman. Bernadette, vriendelijk voorgesteld, makkelijk in de aanleuning, sympathieke uitstraling sowieso, vooral in het draven. Paard met een lichtvoetige manier van draven, kan nog wel meer kracht ontwikkelen daarin. En ja, met name in de overgangen en in de tempowisselingen daardoor meer handigheid krijgen. In het stappen is het paard correct, maar zouden we meer rek in het lichaam willen zien en ook een krachtiger stappas. Het galopperen is met name linksom nog iets vlak. Zouden we meer willen zien dat het in balans blijft en dat het meer gaat rollen. Waardoor het paard ja, zichzelf meer kan dragen en daarin meer schakelvermogen ontwikkelt. Krijgt vandaag de volgende cijfers. Stap een 6,5. Draf een 7,5 en galop een 6,5. Houdingbalans 7. Souplesse 6,5. Schakelen 6,5. Impuls een 7,5. Komt daarmee op een totaalscore van 75,5 punt. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van het rijgedeelte. De baan wordt gesleept zoals ik begreep. En dan houden wij een korte pauze. En dan gaan we daarna door met de manproef. Nou, even zien wanneer er iemand gereed is, maar dan zijn we er weer. Is 27? Ja? Oké. Okay. Ja. Mijn goede secretaresse, maar dat horen jullie, die heeft me al even ingelicht. Je was al begonnen, zag ik. De eerste deelnemer van de
menproef nummer 27, Helma Isa. Voorgesteld door Aga. En succes met de proef. Thank you.
dat was het. Proef van nummer 27, Helma Isa. En helaas vanwege lichte ongelijkheid in het lopen hebben we de beoordeling gestaakt. Omdat we dat niet reëel vinden naar het paard toe. Dan volgens mijn informatie verwachten we hierna nummer 26, Hester van der Marne. Voorgesteld door Jelmer Chardon. Even afwachten, als die klaar is om te starten, dan zien we hem wel verschijnen in de baan.
was de proef van nummer 26, Hester van der Marne, voorgesteld door Jelmer Chardon. Handig gereden, Jelmer. Wel stoer voorwaarts voorgesteld. En dat kan de paard ook wel goed hebben. Alleen zouden we dan nog wel ook willen zien dat hij iets in het terugkomen handigheid heeft. Dat hij daar vanuit achterbeen blijft reageren. En zeg maar die handigheid van dat voorwaarts ook in het terugkomen nog meer aan blijft sluiten. Het paard heeft echt een hele mooie houding. Maar dat is ook weer een beetje een valkuil dat hij toch wel iets meer rek over de bovenlijn mag hebben. Dat je daar iets meer kan variëren. Ook in het stappen. Een paar stappen goed. Maar zou daarin gewoon nog meer lengte mogen maken in het frame. En dat is in draven en galopperen ook wel waarmee het nog meer zou kunnen verbeteren. Dat hij die rek over die bovenlijn maakt. Galopperen heeft wel techniek. Vooral rechtsom. Maar ja, is gewoon nog groenig. En mist wat balans en gedragenheid. Krijgt vandaag de volgende cijfers. Stap en draf een 7,5. Galop een 6,5. Houdingbalans 7. Souplesse 7. Schakelen 7. Impuls een 7,5. En komt daarmee op een totaalscore van 78,5 punt. Volgens mij is nou nummer 21 volgende combinatie. Ja. We kijken naar de proef van 21. Hidde F. Voorgesteld door Age Okkema. En wat ons betreft kun je zo beginnen, Age. Succes. C slangenvolten met drie bogen. Een C en M arbeidsstap. E afwenden, E linkerhand. Dus een K en A draf. Tussen M en C galop links. Tussen M en C galop links. E, B, E, grote volte, enkele sprongen midden galop. E, B, E,
tussen K en A draf. Tussen K en A draf. F, G van hand veranderen. F, E van hand veranderen. E, B, E, grote volte hals trekken. Tussen E en H lijkt op een maat. Tussen C en F gaan op de rest. B, E, B, grote volte, middengalop. Tussen F en A, draf. K, X, M, van hand veranderen, in middendraf. Tussen E en K, arbeid, stap. Tussen E en K, stap. Het zal wel ook wel even niks zijn, ik vind het goed paard. Dat was een proef van nummer 21, Ridder F. Ja, makkelijk voorgesteld. Echt ook stoer paard. Blijft in draf en galop mooi naar boven lopen. En heeft heel veel houding. Kan nog wel meer gesloten zijn in het lichaam. En daarin nog meer kracht vanuit het achterbeen krijgen. Maar ja, het is zo'n royaal paard en nog jong. Het stappen is wel een iets wisselend beeld. Het is wel correct, maar zou meer ruimte en lichaamsgebruik kunnen houden en een nog constanter plaatje maken. We geven de volgende cijfers, het stap daarom een 6. Draf en galop een 7,5. Houdingbalans een 8. Souplesse en schakelen een 7. En impuls een 7,5. En komt daarmee op een totaalscore van 79,5 punt. Het volgende paard in de baan is nummer 24. Iets van de Kressers. Een paard dat voorgesteld wordt door Udo de Haan. En Udo, wij zijn zover, dus succes met de proef. Thank you.
gekeken naar nummer 24, It's van de Kressers. Voorgesteld door Udo de Haan. Een paard met veel voorkomen, een paard met ontzettend veel energie. Wat niet altijd bruikbaar is, zoals het ons overkomt. Het is wel echt fijn, positief punt. Alleen zoals nu in het stappen kan het paard echt wel meer gelaten. En kun je hem eigenlijk, als je met wat meer kunt rekken over die bovenlijn en iets meer laat schrijden, ja, meer kwaliteit laten zien. En voor nu heeft hij zoveel go dat hij daarin dan lastig te regelen blijft. In draven heeft hij zoveel handigheid dat hij daar dan ja, zichzelf niet in de weg zit. Maar in het galopperen is dat ook wel iets dat hij toch nog meer balans houdt. Als hij dat lichaam iets meer blijft gebruiken. En iets meer gelaten blijft in het totaalbeeld. We geven de volgende cijfers. Stappen 6,5. Draf een 8. Galop een 7. Houdingbalans 7,5. Souplesse schakelen een 7. En impuls een 7,5. En komt daarmee op een totaalscore van 79,5 punt. Ik hoor dat waarschijnlijk Ager de volgende die een paard presenteert. Kijk even welk paard het is. Ik neem aan nummer 25. Nummer 25. Oké. Okay. Het nummer klopt niet, maar het is nummer 25, Hanne T. van de Boppelannen. En wat ons betreft kun je beginnen met de proef. Agen, succes. Dat was de presentatie van nummer 25, Hanne T. van de Boppelannen. Omdat hij niet fris genoeg is en dat paard niet
onterecht willen werken. Wij zeiden al, het is het tegenovergestelde van het vorige paard van Udo, die zoveel energie over had. En dat was bij dit paard niet het geval. Dus is het verstandiger dat Agen de proef beëindigde. Dus wij waren het daarmee eens. Wachten we nu op nummer 28, juffrouw P. Die wordt voorgesteld door Ria Hettinga. Die zien we dan zo wel in de baan verschijnen. Dan kun je gelijk beginnen met de proef, Ria, als je zover bent.
Ja? Oké, dat was de proef van nummer 28, juffrouw P. Gereden door Ria Hettinga. Nou, ik zal proberen het toe te lichten. Het is namelijk echt wel keurig gereden. Ria, je hebt hem fijn voor elkaar. De houding is goed, het silhouet is goed. Paard heeft ook wel trit in de benen. Alleen mist het dan in het schakelvermogen wel een handigheid waar je gebruik van wilt maken. Dat hij meer lichaamsgebruik en meer reactie houdt vanuit het achterbeen. Dus dat je er eigenlijk makkelijker met het ritme en met ruimte kunt spelen. Draven is wel in het gewone draven een mooi plaatje. Galopperen is iets waar die meer balans en gedragenheid kan houden vanzelf. Dat jij hem minder moet ondersteunen en dat hij daar iets meer ritme kan houden. Wel veel achterbeen in dat galopperen, met name rechtsom. En het stappen, of dat nou wat spanning is vandaag, maar het eerste stappen was eigenlijk iets afgepast. Wil je meer ruimte en lichaamsgebruik, maar eigenlijk het laatste stappen waarin je meer lengte moet geven en op eigen benen moet houden, werd eigenlijk het ritme lastiger te zoeken. Ik krijg vandaag de volgende cijfers. Stappen 5,5 vanwege de draf een 7, galop een 6,5, houdingbalans 7, souplesse 6,5, schakelen 6,5 en impuls een 7. Komt daarmee op een totaalscore van 72 punten. Het volgende paard in de baan wordt gereden door Age. Is het nummer 29? Oh ja, sorry, ik zag het al. Ik was te snel. Het is nummer 29, Duke van Oost. En als je zover bent, Age, kun je beginnen met de proef. Succes.
Dat was de verrichting van nummer 29, Djoeke van het Oost, voorgesteld door Agen. Een paard met veel balans en wat zich makkelijk zelf kan dragen. Makkelijke houding ook en fijn te presenteren zo. Eigenlijk in alles wel veel instelling en ritme en lossigheid. Alleen zouden we dan nog willen dat hij iets meer in het lichaam kan aanspannen. Hij heeft wel souplesse, maar blijft daarin soms het middenstuk iets lang. En zouden we het achterbeen eigenlijk nog net een keer sneller willen van nature en dan net iets mooier aangesloten. Maar ja, wel beslist veel over in het lopen en de mooie. Het is wel iets afgepast vandaag en het is ook lastig om hem daarin echt een keer uit te laten ademen en je hand te laten volgen. Het is wel correct, maar wel echt nog wat afgepast voor nu. Krijg daar de volgende cijfers voor. Stappen 6, draf en galop 7,5, houding balans 7,5, souplesse 7, schakelen 7 en impuls een 7. En komt daarmee op een totaalscore van 78 punten. Dan wachten we tot je de volgende gereed hebt voor de proef voor Agen. We hebben nog één deelnemer in deze menproef. Dat is nummer 30, Ela Sterre van de Meske. Omdat Agen nog even op moet warmen, wachten we daar op. En dan zien we hem zo wel verschijnen.
C binnenkomen en arbeidsdraad C linkerhand. C linkerhand. EBE grote volte. EBE grote volte. FXH van hand veranderen, enkele passen middendraad. C, lange volter met drie bogen. C, slangenpolten met drie bogen. B afwenden, E linkerhand. Kambura. K, ja. K, A-draf. Tussen M en C, galop links. E, B, E, grote volte, enkele sprongen binnen galop. Tussen K en A, draf. F, E, van hand veranderen. EPE, grote volte hals trekken. C en M galop rechts. B, E, B, grote volte, enkele sprongen midden galop. Tussen F en A draf. Tussen F en A draf. K, X, M van hand veranderen in middendraf.
dat was de laatste proef van vandaag alweer. We hebben gekeken naar nummer 30, Ela Sterre van de Merske, voorgesteld door Agen. Een heel aansprekend paard, paard met heel veel handigheid in het draven, veel beentechniek. Ook al is het nog iets groenig, gaat nooit ten koste van het ritme. Het paard blijft klein en groot, makkelijk schakelen. Galopperen, ook veel beentechniek, maar met name linksom. Nog iets zoeken naar balans, dat het paard meer zichzelf kan dragen. Rechtsom is dat al meer vanzelf. Stappen was in het begin nog een klein beetje gespannen, maar dat werd gaandeweg de proef wel fijner. Maar ja, vanwege het wisselende beeld hebben we er wel iets meegenomen in de beoordeling. Krijgt vandaag de volgende cijfer: stap een 6, draf een 8,5, galop een 7, houdingbalans een 8, souplesse 7, schakelen en impuls een 8. Hij komt daarmee op 82 punten. Goed, daarmee zijn we gekomen aan het eind van deze IBOP. Met een aantal heel aansprekende paarden. Dus wij hebben een hele leuke ochtend gehad. En tot een volgende keer.